mijn dagelijks wandelingje bezig en ik passeer hier net langs een veld en ik moet opeens denken aan het groepstraject en vooral aan wat een van mijn favoriete schrijvers, Stephen Covey, schrijft, de principes van de boerderij. En wat zijn de principes van de boerderij? Waarschijnlijk ken je dat ook, dat gigantisch uitstelgedrag tot wanneer de druk op de ketel hoog genoeg is en het kalf eigenlijk bijna verdronken is. En dan een zevenaars de volle bussen geven. En dan met je talenten en je heel divergent denken, kom je er dan meestal nog goed vanaf. En op de dag zelf, als je je ding moet doen, je presentatie moet geven, whatever, waar dat de deadline voor was, zing je het eigenlijk wel uit. Maar daarachter heb je toch zelf een gevoel, hier had meer in kunnen zitten. Ik had dat eigenlijk vroeger moeten starten en dan had ik dat beter kunnen voorbereiden. En dan was dat nog een stuk beter geweest. En wel, het principe van de boerderij is eigenlijk, in de boerderij werkt dat niet. Je kunt niet in de lente lekker wandelingsje gaan doen, in de zomer in de zon zitten en aan het zwembad. Om dan in de herfst in zevenaars te zaaien en te oogsten, om dan toch te zorgen dat in de winter de schuur gevuld is. Ja, dat lukt niet. Je moet effectief het hele jaar door eraan werken, wil je een ordentelijke oogst hebben. Als dat gaat over persoonlijke groei en als dat gaat over de ontdekkingsreis naar jezelf en authentiek hoogbehaafd zijn en met de juiste dingen bezig zijn, dan gaat dat eigenlijk over hetzelfde. Dat is niet iets dat we even in zevenaasten gaan oplossen. Dat is niet iets wat je een quick win gaat hebben en dat je zegt van hop, 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 hop. We gaan hier even rap een sprintje zetten. Alles is uitgeklaard en alles is in orde. Nee, dat vraagt investeringen. Nu, we weten dat het traject dat wij aanbieden, dat dat een heel grote investering is en dat dat niet altijd heel evident is om zo te starten. En speciaal daarom hebben we eigenlijk een klein lenteoffensief, een bootcamp van 1 dag die we geven voor de week van de hoogbehaafdheid, waarin we wel de eerste zaadjes gaan planten die je dan echt in de herfst al heel mooi kan oogsten als je daar verder zelf mee aan de slag gaat na die dag. Dus nee, op die 1 dag gaan we het probleem niet oplossen, whatever het probleem is. Alle problemen zijn oplosbaar, alleen niet allemaal even gemakkelijk. Dus op die 1 dag gaan we wel de tools aanreiken en de zaadjes vinden die de moeite zijn om te gaan planten. Maar daarachter ga je er dan ook mee aan de slag moeten om dat verder te onderhouden, te bemesten, zodat het kan laten groeien, het onkruid wegdoen. Focus, zorg dat je bezig bent met wat echt belangrijk is. Om op die manier tegen het einde van het jaar een heel mooie oogst te hebben. En voor volgend jaar al direct de voornemens iets hoger te zetten, om niet te zeggen een stukje hoger. Dus wil je een dag met andere snelle denkers hebben, waarin je op zoek kan gaan naar die zaadjes om te planten, waarin dat je de eerste tools kan vinden waarmee dat je dat land dan moet bewerken. Dat land, dat wil zeggen, hoe ga je om met de kenmerken, de kritische houding, dat snelle denken, divergent denken. Die emoties die veel feller binnenkomt, de overexcitabilities dat we zeggen op onze site. Hè. De grote honger naar nieuwe dingen te leren, de grote honger om een steen te verleggen. Je wilt echt wel iets gedaan hebben wat impact heeft gemaakt op de wereld. Je wilt echt wel een verschil gemaakt hebben met geen bezigheid. Dus al die kenmerken, hoe dat je die op zo'n manier kan gaan gebruiken, dat het zaadjes worden die tot mooie planten uitgroeien. En dat het geen distels worden waar je je continu aan prikt. En waar je op het einde van het jaar eigenlijk moet zeggen, godverdomme, was ik maar gewoon niet hoogbehaafd. Het was al veel makkelijker geweest. Oké, als je geïnteresseerd bent. Dus zoals Covey zegt, de wetten van de boerderij. Laten we die zaadjes vinden waar je dan erachter verder mee aan de slag gaat kunnen. Eventueel tot op de bootcamp. Doei.